Over precies corona, de meest gezette tattoo is de sterfdatum tot nu toe. En dat, denk ik dat mensen begrijpen dat waarom. Een zeer verdrietig, maar toch heel tekenend antwoord van tattooartiest Ivan op de vraag of er veel coronatatoeages zijn gezet. Het antwoord geeft ook aan dat mensen blij zijn dat de tattoo shops de deuren weer hebben geopend. Mensen willen herinneren de mensen die ze hebben verloren en niet juist de coronatijd. Ik denk dat iedereen wil een beetje de tijd al achter zijn rug laten en wel naar de toekomst kijken. Misschien over een jaartje zou wel een leuke tattoo zijn, omdat wij hebben het wel meegemaakt. Oh. Sinds december waren tattoo shops dicht. Nu kan hier, net als bij de GGD, weer een naald in de arm. Wel wordt door veel mensen getwijfeld aan de noodzaak van het zetten van een tattoo. Maar Ivan begrijpt het wel. Een symbolische afsluiting noemt hij het. En hij heeft nog een voorbeeld. Ja, ik kan er wel een voorbeeld geven. Ik had een klant, die komt er met zijn vader. En hij wil een tattoo per se zo snel mogelijk zetten, omdat zijn vader zou binnen 3 weken overleden. Dus hij wil graag dat zijn vader ook erbij zit tijdens hij zijn eerste tatoeage krijgt. Dus dat was een hele goede voorbeeld van ja, waarom wilden mensen niet wachten. Er is ook een meer praktische reden waarom mensen stonden te popelen toen de tattoo shops de deuren weer opendeden. Grotere tattoos worden in verschillende sessies gezet en bij sommige mensen kwam de sluiting van de shops voordat bij hen de tattoo kon worden afgemaakt. Met die eerste sessie wordt een strakke planning gemaakt van hoe en wat gaat komen. En dan beginnen wij bij een deel van de tatoeage. Maar in veel verhalen dat gaat naar 3 maanden tussentijd. Gaat een groot kleurverschil hebben tussen de nieuwe inkt en de oude inkt. En dat gaat best wel lang duren voor die alles heel lijk komt eruit te zien. Voor de meeste shops kwam de sluiting redelijk onverwacht. De sessies zijn bijna allemaal 1-op-1. En aan de werkwijze van de tatoeëerders is sinds corona maar weinig veranderd. Wij hadden ook voor de pandemie, werkten we ook met mondkapjes. Altijd afstand gaan steriliseren, dat doen wij wel regelmatig. Voor in en na gaan schoenen dragen. Nou, sterilisatie, dat is geen vraag natuurlijk. Wij werken vaak met wegwerpinstrumenten, zeg maar, bij ons. Alles is one-time gebruik, zeg maar. Dat ze nu weer open zijn, vindt iedereen in de branche fijn, vertelt Ivan. Maar de angst blijft dat ze over een tijdje toch weer de deuren moeten sluiten. Ik ben wel bang, ja. Ik weet niet wat ik moet verwachten. En hier is heel grote onduidelijkheid. Voor mij, voor mijn collega's en best wel voor veel mensen, denk het nu. Voorlopig kunnen ze blijven tatoeëren en kan dus ook deze branche beginnen met het inhalen van de geleden schade door de lockdown.